Het lijkt erop dat Joost Klein niet helemaal correct heeft gehandeld achter de schermen van het Eurovisiesomfestival. De zanger zou met een vuist op een medewerkster zijn afgelopen die vervolgens van de schrik haar telefoon liet vallen. Het probleem? Hij wilde niet gefilmd worden na het slot van zijn liedje, dat een eerbetoon aan zijn ouders bevat. Joost's ouders zijn overleden toen hij nog jong was, maar Henny Huisman, die al eerder kritisch was over de zanger, vindt dat geen geldig excuus. Het verliezen van zijn ouders schijnt hem nog parten te spelen. Niet dat het minder erg is, maar dat is al wel 15 jaar geleden, zegt hij in een nieuwe revue. Je moet dat niet misbruiken, vindt Henny. Mijn moeder overleed vorige maand om kwart voor vijf smiddags en ik stond om half negen s'avonds op het podium. Je bent of artiest, of je bent het niet. Met dat soort dingen moet je om kunnen gaan. Het gerucht gaat dat Joost nog een keer naar het Songfestival wil, maar dat moeten we volgens Henny niet doen. Als je aan zo'n circus meedoet, moet je ook aan alles meedoen. Hij komt aanzetten met een stuntkabouter en een blauwe vogel, dat is allemaal prima, maar je kunt binnen zo'n internationaal evenement niet zeggen, dit wil ik wel en dat niet. Je hebt niet de volledige regie over je eigen act als je binnen de gelederen van het SOM-festival werkt. Wat ik heb begrepen, is dat Joost daar niet zo goed tegen kan en dat hij moeite heeft met gezag. Henny uit de eerder felle kritiek op het feit dat Joost tijdens een persconferentie met de Nederlandse vlag om zijn hoofd ging zitten. Mensen zeggen: dat is typisch Joost. Maar als Jantje wekelijks iets steelt bij de Albert Heijn, kun je het toch ook niet weglaten komen met: dat is typisch Jantje. Je moet volgens hem respect hebben voor de vlag. Wat Joost ermee doet, dat hoort niet zo. Ik zie enkele gedragingen en karaktertrekken bij hem, waardoor ik denk: hij is niet geschikt om aan dit circus mee te doen.